Hallo, ik ben Matthew. Ik ben op zoek naar een vrouwtje, een liefdetje. Ik ben dus het moeke van Mathieu. Onze Mathieu is eigenlijk echt een hele brave jongen. Ik hoop eigenlijk echt dat een diamant bij het hond een leuk meisje gaat hebben. Hallo, ik ben dus zesje, maar ik ben een paar jaar jonger. Ik hoop dat het liefje van Mathieu echt modebewust is, want hij is dat ook echt. Want allee, je hebt al wel gezien, de truitje dat hij aan heeft, dat is toch echt queen mooi en al. En ik zelf, allee, ik hou ook echt van shoppen. Bijvoorbeeld gisteren heb ik dag gemaakt. We gaan shoppen met mijn mama. En ja, dat was voor 5 euro of zo. Ik vond dat niet zo duur. Allee, wel leuk duur, maar ja, ik vind dat wel een mooi. Dus ik hoop eigenlijk gewoon echt dat ze een goed meisje is voor hem en dat ze van mode houdt. Ja, ik hou echt van shoppen. Dat moet ze wel graag doen. Zoals je ziet, ik heb echt goede smaak. Ik heb een... Matthew, zelfs dat ze Dana International achter doen, is niet normaal. Super grappig, echt, oh my god. Viva la diva, viva Victoria, Cleopatra. ABBA van Dancing Queen. Ja, je kent dat wel, dat liedje van ABBA. En natuurlijk ook van Natalia, dat is echt wel een ster in zijn familie. Matthew is echt een paste meisje, maar hij is altijd samen met u, dus toch echt een Matthew is echt wel verslaafd aan schoenen. Hij heeft zelfs een extra schoenenkast moeten komen door al de schoenen dus in op te leggen. Dat is echt amazing. Soms zijn er ook al veel ruzie over gemaakt, maar allee, ik heb er weer neergelegd dat men zo verslaafd is aan schoenen. Voor alle meisjes die aan kijken zijn aan man bij het hond, dus Matthew is echt een hele lieve karel eigenlijk. Alle meisjes zijn hier welkom, want anders Mathieu gelukkig is, zijn we dit dat doen. Ik vind het echt mooi aan een pixel, dus ik vind het altijd maar leuk met een ander meisje dan ze zijn. Dus alle lieve vrouwtjes, die kiezen voor mij, dan kook ik alle dagen een ei ervoor. Ja, en dan moet je mailen naar Matthew, en niet Mathieu, mijn mama zegt altijd Mathieu, want het is Matthew, hè. Matthew, _, shoelover, met kleine r, en hier mijn schreef, mijn man beet hond, met kleine r, at, manbeethond.nl.
www.abba.be. Allemaal bij René. I'm just beginning to bend in my hands.
staan, mooie zat staan, alle twee. Oh, man, man, man. Heel goed gedaan. Ik samen, samen. Goedenavond, beste kijkers, en welkom bij Jambers. Vanavond zullen we de VTM Weerman interviewen van VTM. Dat is Eddy de Meij. Volg mij maar. Goedenavond, Eddy de Meij. Ik ben Paul Jambers. Mogen wij u vanavond een paar vragen stellen? Ja, kom binnen. Dank u wel, dank u wel. Eddy de Meij. Het is een hele eer om jou vanavond te mogen interviewen. Het genoegen is wederzijds. Dankjewel, Eddy. Zeg, Eddy, mijn eerste vraag is, van waar haal jij toch deze goede weersvoorspellingen? Richting Duitsland misschien nog een paar laatste... Maar Sabine, zulke moeilijke woorden, schrijf je dat nu? Die gaat verdwijnen richting Duitsland. Sabine, toch, stop er. Zeg eens, Eddy. Hoe bepaal jij van waar de wind komt? Zo. Die komt vandaar. Die vandaar. Oeh. Vandaar. Dus de wind komt van veranderde richting. Inderdaad. Ach zo. En vertel eens, Eddy. Heb jij nog andere methodes om bepaalde dingen te weten over het weer? Ja, als je de vogels in een cirkel ziet vliegen. Ja. Dan is het zeer sterke wind. Zeer sterke wind. Ja. Dus nu is er... Geen wind, want ik zie geen vogels. Inderdaad. Ja, wat een goede dingen. Zo, Eddy, ik moet je hartelijk bedanken voor dit geweldig interview van vandaag. Ik heb heel veel bijgeleerd, maar nu moet ik mijn programma in elkaar gaan knutselen. Zo, ik dank u. Inderdaad. Bedankt, Jambers. Ik doe nog niet, zeg ik de papa van Dora, ze kan te zien, die komt vanavond. Maar kijk een beetje, erin, een kat er in de zak zet, hè. En mijn rustzak. Oh, en een zak, oké, okay. Ja. Ja. Wat is dat hier? Nee, zak. Zit zeker? Ja. Oké. Wat is dat hier? Nee, zit zeker? Ja. Oké. En? Telefoon! Zit zeker? Ja! Wat is dat hier? Radio! Zit zeker? Ja! Oké! Okay. Ga ik je al drinken? Nee. Bedankt! Nee. Goedenavond, beste kijkers, en welkom bij deel 2 van Jambers. Nu vanavond in deel 2 zullen we de meest positieve mens van zijn gemeente interviewen. En dat is niemand minder dan Willy Bervoet. Volg mij maar. En goed invullen. Ah, Paul. Goedenavond, Willy. Hoe gaat het? Goed, kom in. Dankjewel. Ik zal me goed uit.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Oh. Willy heeft vorig jaar een boek geschreven. Waar Willy is een weg. Wel, Willy, geef eens wat meer uitleg alsjeblieft over dit. Na een tijd lang in de psychiatrie heb ik het leven beginnen positief opnemen. En daarover gaat mijn boekje. Zo. Willy, vertel het eens hoe het in jou dagelijks leven zo al aan toe had. Wil je me even een beetje rondleiden en doen alsjeblieft? Ja, Paul, dat is heel goed. Dankjewel, Willy. Ah, kijk, dat is mijn vrouwtje hier. Oh, dat is niet erg, Dat was niet expres. Dit is expres. Wat we nu gaan doen is gewoon meegaan met Willy naar zijn werk en eens kijken wat hij daar allemaal uitspookt. Maar waar gaan wij nu eigenlijk juist? Ja, ik werk in een fabriek waar ze kaarsen maken. En het werk doe ik super graag. Ja. Er gebeuren wel soms dingen, ze pesten ook een klein beetje, maar ja, dat is niet erg, hè? Dat is niet erg. Ja, want jij bekijkt natuurlijk alles positief, hè? Ja, daarom heb ik ook het boek geschreven, hè? Ja. Toei, wat vind jij zo van het weer vandaag? Ja, het weer is niet zo mooi, maar ja, dat is niet erg, hè, als je in de auto zit. En ik werk toch binnen, dus dat is niet erg, hè? Ja, niet erg. Natuurlijk. Ja, uw positisme, ja, dat komt altijd terug, natuurlijk. Ja. En zo, ja, wij zijn hier eigenlijk aan het genieten van het mooie land. Waarom rijd jij eigenlijk? Wat gebeurt er? Ja, ik denk dat ik een probleem heb met mijn auto, maar ja, dat is niet erg. Oei, ik denk dat je best aan de kant zal staan voor alles verkeer hier. Ja. Oei, zo staat. Wij hebben hier een pannen. Dit is minder. Maar dat is niet erg. Wat doen we nu? Ja, ik kan de tijd altijd wel net bezighouden. Ja, Carlos heeft dat gemaakt. Carlos is echt een vriend, hè. Dat is mijn leerkracht Spaans. Buenos dias, señorita. Buenos dias, señorina. No problemo. No problemo. Buenas tardes, señor. Ja, dat is niet erg. Ik kan mijn Spaans toch al redelijk goed. Ik ga eens bellen naar mijn vrouwtje. Ze houdt zelf van een verrassingstelefoontje. Hallo, Vivianneke? Carlos? Ah, is Vivianneke daar? Ah, terug in bed. Ja, maar dat is niet daar. Dat is ook goed. Ja, dag Carlos. No problemo. Ik wist helemaal niet dat Vivianneke Carlos kende. Ik vind het dat fijn. Ja, dat zit in de auto. Ik ga het al even mijn penis trekken. Dus nu gaan we even onze penis trekken. Ja, het is een beetje pech. Ja, het is een pech. Ja, ik kan wel een beetje drukken in pauze snijden. Ja, inderdaad. Mijn oude spieren, dit is toch goed. Ik zeg toch wel dat ze nog bezig. Alles is toch wel positief. Ik leer veel pijn van jou. Niet! Al dat volk hier op de baan? Niet daar, hè. Oké. Een week geleden heeft onze positieve Willy een ongeluk gehad. Een auto heeft hem omver gereden. Een stomme, lelijke Citroën, weliswaar. Heeft hem omver gereden.
En hij ligt hier nu in deze kamer en ik ga hem eens bezoeken. Volg mij maar. Hey, moet dan nog eens. Ah, Paul! Goedemiddag! Willy, hoe gaat het met jou? Oh, dat gaat. Kan je al weer wat bewegen? Oh, een beetje een back, maar als het ja, ja. Ah, mevrouw! Ja, ik heb altijd mijn vrouwtje Vivianneke, hé? Ja. Ah, buenos dias, Carlos. Buenos dias, Willy. Ja, ik heb eigenlijk slecht nieuws. Zullen we even met het tegelsbrief? Wat is dat? Dat is scheidingspapieren. Ik heb wel een probleem, hè. Mijn armen zijn gebroken, ik kan niet tegen. Oh, dat is geen probleem. Ah, oké. Okay. Dankjewel. Dat is geen probleem, hè. Ah, dat is mooi, hè. Mooie liefde, hé. Willy. Ja, Paul. Je hebt een beetje een pechweek achter de rug, maar kan je nog altijd het positisme van deze week eigenlijk zien? Ja, Paul, natuurlijk. De dokter heeft mij al verteld dat ik terminaal ziek ben. Maar ik heb geen vrouw, geen kinderen, geen vrienden, dus oh, alles oké, okay, hè. Wel, ik moet zeggen, Willy, ik heb echt grote bewondering voor jou. Dat je eigenlijk nog altijd zo kijkt op het leven na deze grote pechweek. Maar bij deze moet ik helaas afscheid nemen van jou. Ik zal u nog proberen een hand te schudden. Ja. Dank u wel voor deze toch wel leerrijke week. Echt waar, ik heb heel veel bijgeleerd van jou. Maar nu moet ik jou verlaten. Ja, ik zou zeggen, veel sterkte en nog een heel groot positisme. In het volgende leven moet ik zeggen. Dank Paul, dank. En nu ben ik weg. Zo, beste kijkers, dit was het zowat alweer voor deze week, Jambers. Graag zien wij jullie volgende week, terug met een nieuwe aflevering van Jambers. Tot dan. Van Tamara, ja, met de vraag, wat kan je moeten doen als je geleerd hebt? Ja, dat is simpel, we gaan het oplossen, hè. Dat moet mogelijk zijn. Ja, Tamara vraagt hier, wat moet ik doen als ik geen leren, ja, wat moet ik doen als ik geen ladder heb om mijn rijden te kruisen? Wel, dat is eigenlijk niet zo moeilijk, hè, in de 21ste eeuw, ik moet er toch andere oplossingen voor zijn, hè. We hebben dus een oplossing voor een stoel. De stoel! Van je boom. Fantastisch. Je stapt dat dus op. En toen kan je aan de hut, denk ik. Moet je hem gesteuwen. Hé! Nou, Rut, hè? Ja, maar ja. Ik kan dat niet aan, hè? Ja, dat is een keer als dat wel oplossing zijn. Stoel op. Kunnen we weer beginnen bij de cushion? Dus natuurlijk, dan hebben we ook wel twee stoelen. Maar Tamara, ik weet niet of je ook een leuke standers. Als je nog hier zit, dan moet je dat wel leren doen. Te starten met je twee stoelen, hè? Ah ja, natuurlijk, al twee stoelen, hè? Oh, dat weet je niet. Twee stoelen? Ja, maar twee stoelen. Dat is niet wel. Ik weet ook niet of je zo'n quizcore hebt. Maar wat blikt de mond?
Hallo. Was, hè? Ik hoop dat je Tamara dan mee op is. Als ook al dat is heel rut nu. Ik weet nog wat hij zegt, Tamara. Hé, rustig, hè. Niet te geweld hebben. Hé, woe, rustig dan af, hè. Dus, maar je zegt nu van ja, kijk. Maar kijk, als dat misgoed, als dat misgoed eraan hangt, toen we kijken naar de rut kussen, ja. Dat is niet eens hoe, hè. Feintje kunt ook, hè. Feintje kunt ook. Ja, dus Tamara, niet alleen, kijk. Hopla. Het is nog plagen voor het ventje en Rip en ik. De schoonmoeder kan ook nog als dat komt, Rip kussen, hè. Dus Maar je weet, ik vind dat moet normaal te 40, dat is geen probleem. Ik kan dat moeten Rip kussen, hè. Ja, nou, op een 5 is ook, hè. Ik dat als, hé, ga je doen, ventje, hou ik een 5, hè. Pa, hier, in naam zegt toen. Dat is geen probleem, hè, hoor. Dat is geen probleem, hoor. Voilà, Tamara, dat was dus de oplossing. Ja, blijkbaar zijn er wel nog een meisje die dat vinden dat je stoel, dat je schoen niet aan je stoel moet vissen. Maar ja, kijk, gedaan. Tamara komt er nog altijd in zeggen, joh. Maar zoals je ziet, er zijn dus meerdere mogelijkheden dat je kunt doen als je geen ladder hebt. Voor in de hoogte, om in en rond het huis te werken. Maar ik snap, ik weet dat ik al wat je peest nu. Die houden die stoelen zitten toen eigenlijk nog wel goed. En weet Tamara, moet ik zeggen, dat valt eigenlijk al nog redelijk mee. Dat zit nog redelijk comfortabel. Dat valt nog mee. Allee, tot de volgende hakken vriend, ja. Salut! En daarbij gaan ze dus op zoek naar vallen die hun leven door hun leven door en door die een beetje een overdreven reactie hebben. In deze aflevering hebben we op zo'n moment gaan bekendmaken met dan de super van dan Ik zie er al twee van mijn drie boeren komen en ik ben
gaan toch een beetje zien wat de reflectie dat ze gaan doen vandaag. Ja. Zie je dat met een kaart erop? Ja, dat is eerste opdracht die we in petto hebben. Oké, ik ben benieuwd. Gaan we een keer gaan kijken, zeker? Goed, Rina, zoals je ziet, de eerste opdracht zal een paadje of een weggetje afleggen zijn met het prachtige kalf van mij. De boeren moeten straks vertrekken en zo snel mogelijk het kalf naar mij brengen. De eerste boer heeft de opdracht goed volbracht. Jeetje. Godver. Thomas, trotkoffie, zo'n goed fijn sausjes te drooien. Dat beestje. Thomas, de serie is tront, brochet. Ja. Oh, hè. Hallo! Voilà. Ja, Lore, wat is de volgende opdracht? De volgende opdracht, Dina, is de tractor mooi kunnen starten en achterwaarts parkeren in de eerste silo. Voilà. Ik ben denk dat het een moeilijke opdracht wordt. Ik ben benieuwd wie zijn kunsten hierboven haalt. We gaan een keer kijken, hè? Oh, voilà, dat is hier.
voor Davy. Jammer genoeg stond hij voor deze opdracht geparkeerd in silo nummer 2. Maar het is gewoon, hé. Hey, jongen. Godverdomme. Weer verloren, maar ja. Het is wel gewoon voor mijn charmes, hè. Ik ben er 100% zeker van. 100%. Wat vriendelijk is dat. Op de schouder te leggen en tot bij mij te komen. We zijn benieuwd. 3, 2, 1, start! Ja! Ja! Ja, we gaan naar tot 10. Kom mee, boer. 5. Ja, denk. Ik vrees voor boer 2. De afvalreis is gedaan. Ik denk dat ik zal moeten kiezen, Dina, voor boer 1. Ja, ik denk dat hij ook de beste is. Godverdomme, Jeannette. En dat is nu het, hoor. En Davy, wat vind je ervan? Hoe voel je? Ja, slecht vind. Ik heb nog nooit zo slecht gevoeld. Normaal heb ik een makkelijk paard, maar... Ja, dat is er gebeurd. Ja, ik weet niet. Flowtje zeker, ja. Maar ja. Ja. Jammer, hé, maar niet aan te doen. Noor heeft gekozen voor Thijs, hè. Ja, maar ja, we moeten wel een regen achteraf. Thank you.
Goedenavond en welkom bij een andere kamers. Vandaag, 20 jaar later, ga ik opnieuw bij de vloer bij Willy Bergers en ga ik kijken hoe hij het vertaald heeft. Ja, nu kan ik niet meer. Ik
gedeeld met mijn ogen toe. Service.
De job is bier hoor. Ja, we gaan het al in de zon. Het Chinees dan hoor je? Nee, ze moet een kans krijgen. Komt er op de brochetje staan? En dan midden in de winter op weg, moet je toch mensen op ontrasten? Heel verdeeld, dat komt er altijd nog aan voor een keer. Eén of twee? Twee, ja. Ik kan niet meer zien, maar. Hier al niet meer. Ja, twee. Start! Hoe? Nee, maar nee, je hebt twee, ja. Ik wil naar de stokjes, hè. Goeie aan de kant, niet dat zo goed valt. Ik ben er wel zo'n sneeuw zitten, dus. Ja. En nu dan weer, hè. Hier, aan de kant. Maar we hebben daar heel veel momenten. Hondo. Hondo. Nou, kom op in, Christian van Damme. En ik stel jullie mijn dorp voor, West-Vleteren, die iedereen wel zeker kent van de Poters. Dit is het dorpscentrum van West-Vleteren. Daar vind je het dorpscafé en een grote parkeerplaats en een kerk. In de wijk achter de kerk woon ik, Christian van Damme. Een overbuur van mij is Angelique, die niet erg graag gestoord wordt als ze haar krant leest. Hallo, mijn Angelique. Ah, Virginie. West? Ja. Ja. En waarom ben je eigenlijk? Ja. Ja. Wacht, hè. Michel loopt hier. Ja? Ja, Michel, maar even zwijgen, hè. Ja. Oei. Ja, Michel, kom, hè. Sorry, we mogen gelijk moeten lopen, maar Michel is hier boven nodig. Ja, salutjes, hè. Maar vindt ze binnen dat ze kwijt zijn? Godverdomme toch. Kun je mij geen bus lopen? Hallo? Maar vind je hem toch? Ja, je had je toch? Ja, Leon. Ja, maar ik had je dat juist in gezegd. Oh, je had vergeten. Ja. Maar echt waar? Ja, maar vind je niet? Kon ik nog drie meisjes weg? Kon ik nog de deur op doen? Kon ik weer met laten spelen mee? Ja, salutjes weg. Oh, de sociale bluffen tijd in de nek. Kan ik er vanavond dit nooit meer gaan zetten? Ja. Ja, kijk, ik ben Ossan en Stuart, maar eigenlijk dat is mijn gewente van Ossan van een 10 tot een 12 mee gaan zetten te lezen en toen pas kijk ik heen. Maar Virginie ze belt toen Ossan, maar kan ik niet over een tijd. Dat is toen mijn periode, moet ik toen mee gaan zetten lezen. Dus doe ik dat nog soms wij, ze zitten ze dus ook niet langer te vertellen.
Mocht zijn vrouw niet interesseerd zijn. En zolang ik nog dat is echt zo over de vrouw mannen zeggen. Dus kan ik toen een beetje ding dat ik toen uitving, voor toe te kunnen leggen. En, maar ja, dat werkt ook als ze dat niet duren. Dus als dat is al gehad, zijn vrouw mee te krijgen. Ik ga nu nog maar gaan zetten lezen, want het is nog 10 minuten zijn. Een straat verder woont Kevin en zijn moeder, die nogal open is voor de verkeerde dingen. Zeg, Kevintje, pak ik een hand. Ja, met dat ik als net zo'n moeder is, naakt je mensen een beetje jong. Het is gemakkelijk, hè, ja, want als twee en het was wel beter dan alleen, nee. Ze zijn al veel meer. Is dat hoe jong nu te kennen? Ja, we kennen eigenlijk allemaal. Jullie doen dat zo raar soms meisjes kennen, ja? Moet ik naar die hervorming laten leggen? Moet ik dat nou allemaal doen, ja? Wacht, vind ik al niet erg, hè? En de verstaan je allemaal, hè? Had je al eens gezegd? Moet dat nu klaar hebben dat altijd de pen is en de ex. En dan komen we nog, ja, dat we vrienden klaar niet. We verstaan niet allemaal de rappen, hè. Kijk, daar gaat het weg, hè. Dit is Kevin. Als je nou een beetje worst doet, kan ik een beetje gaan streken, hè. De smalen zijn eigenlijk toch soms wel een beetje te kruis bij mij, dachter, maar... Ja, ik kan de Sean wel leren kennen, hè. En ik ken het, hè. Nu dat ik erbij kom, ga ik op de maat. Nu naar boven. Ten eerste wel heel preken, maar ze door de hond zakken. Ja, daar ben ik nog niet van, hè. Mensen zijn er. Voorbij het kerkhof in het centrum is Regiro, de beste van Amstree. 2000 verder wonen Godelieve en Robert. Zij zijn in de zon en trouwd is en zijn al rare gewoontes. Ja, ik ga het hier. Van hier toe? Ja. Ik doe dat bij Kathy. Mag ik het al mee, Eddie? Ja, ja. Ik ga de spelling los. Het is echt hoor, hé. Schrikkelijk. Ja, het is hier iedere week aan trouwen, dus. Ja, we dat is al iedere week tijd, nee, ja. Iedere week er is tijd, want hij is hier normaal. Dat is hier normaal. Ik denk dat ik opnieuw moet doen, hoor, hé. Maar met mij wil je zoeken, ik heb mijn douche te smitten daar achter de maagsten, maar nog. Spreekt als die hond doet. Ja, vrienden, dat is fijn. Maar niet te veel vulligheid meedoen, hé. Wat moet je niet zeggen, zakjes? Al met jullie kieks? Wat? Kust de darmes, hé. Van lieve, kust de darmes. Ja, staat. Ja. Wat waren dat te pijn? Ik kan niet al die rotsen kan doen, hé. Dat is niet dat van haar te blijven. Dan past er eigenlijk chance van nu zien. Ja. Pas er het zal niet moeten, want is die Jenny ging dat die ramen nog niet eens doen. Ja, ja, een zakje mee zeker. Ja, ik moet wel wel. Je moet niet dragen, hè? Kan ik al moeten? Ja, goed. Ja, kan hoor, want het zal het niet. Ja, een beetje kiezen naar kopen. Ja, maar ja, maar weet je kui? Ja, natuurlijk. Ja, maar weet toch. Ik zit al niet hier. Voor is ja, kijk maar, ik wil bij hier aan het hebben. Waarom hebben jullie ook niet eerder dan een beetje tegen? Oké? Dat is anders. Nou, dat is goed, Pieter. Mooi trekken, volgens mij. Wat? Ja, anders gaat dat altijd niet komen, ja. Wacht, tegen God lieve. Gewoon eerst moet een beetje steentjes betalen. Wacht. Ja, zeg dat dan eens een Rudy getrouwd is. De meisje smeten is al maar rist. Ja, al lief en ik. We kunnen nu niet mee leven met al die rest alleen. Nou, dat is altijd, hè. Al die spleetogen, ze moet ziek maar van dat. En dan zo gaan we ze weer op het idee komen van dat ik iedereen dat er trouw is. Gaan we dan de rest aan de kaarten gaan opvragen. En dan vragen dat meneer een pastoor. En dan was hij dan meestal verdiend. En dan zo, iedereen dat er trouw is, eet meer snoes de rest. Maar kijk, als je een beetje te veel hebt vertaald, dan heb je dan niet mis mee. Waren dat te zeker, goed lieve? Mama, dat is een laatste centje.
hou niet van. Hou hier. En zo blijven we zijn toch. We gaan niet echt ronden, denk ik. Ja. Ja. Allee. Ah, nu is het wel een cool als reden, zie. Kijk, ik heb al reden, maar ik ga het al dus toch reden. Ja, het gaat wel cool dan, zie ik. Ja. Ik had dat waterkop, ik weet niet allemaal met zo goed, hè. Een beetje verder, recht over de garage, is er een klein huisje en daar woont Gerard en Julieta. Zij is een Filipijnse migrante die hier nog maar 6 maanden woont. Ja, het staat nu eens, kijk nu aan tv, hier tv-winkel zeg. Hé, hey, Kappie, you come look on the tv, it's you, hè? Yes, From dick to small, hè? And dust, you bring me a jupiler, hè? You know? Gluk gluk. Heel bak. De flesje. Een beetje rap. Maar nee. Yellow. Nou ja, nee. Ja, schat, je hebt niet deur, hè? Nou. Een sinaasappel. You know a sinaasappel? Sinaasappel. Kweken ze niet zo tjender, zijn of? Ah, in de Filipijn. Een oranje. Maar ho, maar nee. Ik zond de shit aan. Nee, ik moet dat niet aan, hè. Maar ik kom. No. Ik kom anders. Nee, ik kom zelf ook komen, maar. Wat? Nee? Nee, kijk. No pils. Ja. Pils, chipillen. No, nee. Pils. Nee. Batterie. Nou, elektriek. Ja, kijk, kind. De knopjes uit een tv. Je had dat pef en dat doorgaan. Je verstaat? Je? Kijk dat nu? Dat is voor mij. Puls koopt met Naldi. You know Naldi? Oh, je moet hier de kools hebben, jongen. Ja, kijk. Kan ik hier een schoon vrouwtje, maar ik moest nog veel leren. Ja, ik heb een vreemde oren van mijn moeder zegt van Gerard, ga je nu nooit aan een vrouw met een schraap? Ja, ik heb toen aan de Filipijn geweest achterin, het was een rappe klonken. Ik heb ze meegebracht naar hier en nu is hier, hè. Ja, een beetje leren, dat komt goed, hè. Je komt goed, hè. Voilà, hè. Ja, ik ooit gegooid met een dat goed kind. Niet ver van de weg naar Krombeke woont Dorothea, een gepensioneerde statisticus, die nou geobsedeerd is met alles te noteren die rond haar gebeurt. Ja, ik ben een keer aan het wachten tot aan de rotos passeren, als het gebeurt. Die toertje wandelen. Kijk, dat was hetzelfde. Ik zit in de wilde gewoon met mijn bladje. Hoeveel de auto's aan het passeren. En we verkleuren dat. En kom ik dan eens op bij per dag, hoeveel het gemiddeld is. Ja, dat vandaag al nikkel 15 hele auto's aan het passeren. En hele auto's, je ziet dat niet veel. Hè. Ja, dat is eigenlijk een beetje beroepsmisvorming van vroeger. Hè. Was ik statisticus kijk abrun. Vroeger was ik statisticus en toen moest ik alles ook aan een tabelletje schrijven. En moest ik ook aan noteren van dat er zoveel waren. En nu kan ik bluffen dat ook aan doen. En kon ik iedere nacht zitten. En kijk ik toen een beetje naar buiten en kon ik bij. Gewoon niet aan drie meisjes passeren. En hoe later dat is, gewoon. Van de meisjes van de auto's valt dat niet, want dan is hij terug gekomen. Maar dat je ook niet hoeveel auto's hebt passeerd vandaag. Terror kan eigenlijk nog niemand van de gebeurs zien passeren, normaal was er ook een toertje. Jérôme komt nog staan rond 10:15, ook niet als een toertje. En het is per dag nog, ja, ik had wel rond 10. Geen trouwens. Of zo, misschien zal dat passeert zien, maar nee. Ik zal je dat wel eens zien en hè. Ja, ik ga een beetje kijken naar de auto's en hè, wat heb Jérôme. Ja, kijk. Wat had ik het aan? Nee, dan ik al 85 auto's aan passeert zijn. Hè. Ik vraag me nog niet of dat je rond doet. En ook,
Je ziet iedere mens dat ook aan, hè. Kan ik toen een onderverdeling, ik mag in auto's, en camions, en bussen. En je ziet hier al dat volk passeren, dat is wel tof. Je hebt die toen al de Ziago. En je hebt die toen die unboxing. Ik kan ook wel een keer een unboxing gaan zien. Dat was wel een paar speciaal, hè. En de politie had ook moeten komen. Ja, dat was dat gisteren dag. Wat zou Jérôme nu toch zien? Zo'n ziekste machines. Ja, dat was eigenlijk een schoon citroën, bij dat mensen niet. Maar ik vind dat lekker hoor. Dat ik niet van de winter van Jérôme voor de auto te komen. Het is like al 5 minuten te laat eigenlijk weer. Ah, wat daar is een dag, Jérôme. Ik ben pas aan het dat ik Jérôme toen ik zie. En ik heb per dag aan zo en weer toen ik schoon in moet komen. Kan ik daar ook mee genot van ik het te zwaaien naar Jérôme. Ja, ja, mijn vent die auto's van hier zie en nee. Blauw en zwart, zeker. Ja. Ik ben Christian van Damme en dit was mijn dorp West-Vleteren. Tot de volgende moment. Goedenavond, beste kijkers. Voor de opdracht van deze week heb ik dus terug een boekje gevonden. Dus getiteld Hoe zwem ik 100 kilometer voor dummies? Volgens dit boekje kan ik dus zonder enige training 100 kilometer zwemmen. Het enige is dat ik moet rekening houden met enkele voorwaarden. Zo moet ik bijvoorbeeld genoeg eten, zodat ik bestand ben tegen de lage temperaturen. Ook moet ik steeds van zwemtechniek veranderen om de kramp in de spieren te verminderen. De bedoeling is dus om die 100 kilometer in minder dan 4 uur 30 te zwemmen. 100 kilometer, 4 uur 30 minuten. Oké. Eerlijk gezegd zie je dat het op dit moment echt niet zit. Maar speciaal voor jullie zal ik dit dus proberen. Oh my god. Ja, kijk, dat is de opdracht gekregen voor zwem. Het is een lange tocht. Dat is zeer kotsen. Moet dat zwemmen van Aals en Damme naar de Fintielle. Toen ik eraan begon, snapte ik niet wat alle heisa was rond deze opdracht. Het weer viel mee, de stroming zat goed en ik had net mijn favoriet gerecht gegeten. Een goed pak frieten met stoofvlees. Toen ik echter in het water sprong, was ik door de schok van de koude meteen buiten adem. Met volle moed begon ik aan de lange tocht die vele uren in beslag zou nemen. Gelukkig werd ik gesupported door mijn dichtste vrienden en had ik hulp van een kano met een ervaren geluidsman, een goede vriend en een professionele zwemmer die me tips gaf. Door de blijvende kramp in mijn spieren moest ik steeds veranderen van zwemtechniek, net zoals in het boekje vermeld stond. Na urenlang zwemmen had ik enorme dorst en ik moest iets drinken. En natuurlijk, wat anders dan water. Toen ook een grote honger opkwam, kreeg ik wat proviant uit de hulpkano. Een lekkere suikerwafel. Wat heeft een mens nog meer nodig?
Op sommige momenten had ik moeite om warm te blijven. Mijn temperatuur bleef dalen, zelfs tot een alarmerend niveau. Toch besloot ik door te zetten. Ik moest en zou het halen. Eindelijk kwam ik aan bij de lang verwachte finish. Na een duizelingwekkende tijd van 4 uur en 8 minuten deed zowat elke spier in mijn lichaam pijn. Ik was zo uitgeput dat ik mijn moeite kon staan. Gelukkig was ik vol euforie, waardoor ik nauwelijks merkte hoe koud ik had. Ik was trots op mezelf. Het had me echt veel moeite gekost, maar toch heb ik het gedaan. Opdracht volbracht. Zien we de gezond kampvoorbereiding in de hangar.
Maar nee, toch nog niet. Dan heb je dat wel. Het is onze eigen actie en we zijn ze tegen. Ah zo, gaat ze wel. Dat wil ik. Kijk al, je ziet het beste meisje. Het zijn altijd de zesde die werken. Altijd de zesde die een oorzaal doen. En als ze de zesde die klagen over dat ze moet werken? We kunnen dat werken. Je ziet ook het dunne doel dat leiding hier ervan maakt. Ik denk dat ik aan Lotte mijn leren die aan Lotte zijn jongen niet te willen. Ze zijn er wel aan het toppen, mij ook. Hier, Hanna Thomas doet dat ook. Ja, heb je nog van dit maar vanuit dat schema moet, dan heb ik het zeker. Ja, mag je dat schema? We moeten er vullen, zeg. Zoek maar een karton, dan mag je dat. Ja. Nee, ik zou het blad. Ik zit een heel blad, hè. Maar we moeten er vullen, maar... Vijf keer? Ah, ja, ze moeten, het is toch al een klein groepje. Ja, ja, ja. Oké, daar. Astrid, oké, daar. Jappie, foto van Tobi. Dat er nog een keer? Wat je hier weet, het doet niet pijn. Het doet niet pijn? Het doet geen pijn. Jappie, komen we even wachten naar Tobi al gezegd? Ja, ja, ja. We zijn er wel niet aan het logisch. Dat kan dan wel niet, hè. Dat moet nog beginnen. Dus het begint het te gaan. Ja, met dat piepen en met ja, we gooien nu een beetje van dromen liggen, maar je gaat schelden te zien. Bobby! Ze zien altijd dat ze niet aan het doen is. Zo, kijk naar de wat is met haal? Hoeveel keer is dat schema dan? En hier heb ik dat plan. Laat op mee! Nee! Ik dat plan dat je dat blauwe geverfde ding ja! Met ding is! Hier, aanpakken. Wil het vroeger? Ja. Kom, wel. Hier. Ziet dat hot? Ik doe er een slag van. Ik krijg hier nog geen slag van. Doe ik eens even een pot met... Kijk toch dan. Op altijd. Ik kan niet zo'n pot. Ik moet een pot uit het rijden dat hot. Doe het. Dat is toch weer goed. Ik weet niet, je voelt er toch echt niet van. Maar nee, stop, niet lang. Vloer, ho, hè. Kom hier naar dat. Zie je, ik heb dat beetje zin in kan jongen mogen. Kijk, ik ga toe. Nee. Maar je niet zo. Ja, ik kan het uvreden. Dat is zo, hè. Film. En toen vooral die andere jas. Aan die lees ook. Zet jij uw test. Door. We zijn mooi. We gaan hier een lezen. Ja. Waarom overdrijf je hier? Yeah.
De Power Rangers zijn aan het werk. Oh, maar de Power Rangers zit al niet op het. Mooi dat denk op. Eindelijk. Dat is wel grappig. En nu moet je weg. En nu moet je weg. Zal ik er dan niet in een foto wat rijden? En nu moet je weg. Ja. Ja. Maar mij met. Ja. Dat is nog een film.
Thank you.
Zoals jaarlijks is er achter de bosbrek nog een kampvuur. Dus we gaan straks rusten naar buiten. We gaan het kampvuur dat ik eten is gewoon zo laat hebben.